dit vind ik een van de allermooiste liedjes die gemaakt zijn. En word je daar niet triestig van? Ja, een beetje. Maar kan daar ook wel weer in zwelgen of zo. Is het waar? Ja, een beetje wel. Ja. Nou, dat vind ik heel schoon. Maar als ik eerlijk ben, ja? Zou ik het nooit opleggen in mijn auto. Echt niet? Nee. Maar door mijn karakter misschien ben ik gevoeliger voor dit soort muziek. Ja. En als je films kijkt, ja, of muziek luistert, ja, huil je wel eens? Blijf je maar wel... ja, hè. Ja? Maar ja, hè. Wat was de laatste film waarbij je huilde? Het is erger en erger aan het worden. Ja? Hoe ouder je wordt? Ik ook. Ben jou ook? Ja, ik ook. Ja, ik huil steeds makkelijker als ik iets heel erg mooi vind. Ik kan bij muziek echt huilen. Hè? Als ik het, zoals dat Damien Rice, Nine Crimes, ik kan er serieus in mijn auto van in huilen uitbarsten. Ja, Jan, wacht, hè. Ik huil met schilderijen. Echt? Ja, maar ja. Oh, wauw. Oh, ja. Is dat dan dat je ouder wordt of zo? Het is een heel groot cliché, maar ik denk zeker dat ik kinderen heb dat erger op is. Kan je openlijk weer met mensen erbij? Ik denk dat ik dat liever helemaal alleen doe. Ja. Maar dat vind ik al moeilijk soms. Wanneer was de laatste keer dat jij echt huilde? Kun je dat herinneren? Ja, ja. Ja, twee dagen geleden. Sorry. Echt? Wacht even. Ja, ja. We zijn op weg naar Australië, we hebben alle tijd. Ja. Mijn dochter van 10, die heeft een moeilijke tijd en ik weet niet hoe dat komt. En ik denk dat de combinatie is door 6 mannen thuis te zitten. Ja. En een combinatie is door... Doordat ze zoveel thuis gezeten heeft, heeft ze natuurlijk veel op internet gezeten. En wat doen de kinderen? En ik ken dat niet onder controle. Die zitten veel op die stomme TikTok. Ja. En ik ken dat niet onder controle. En ik kan vermoeden dat die TikTok een hele, hele negatieve invloed heeft. Maar je zit ermee in natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja. Zelfs hoor, voor mij. Ja? Ja, zeker de jaren die gaan komen, die tienerjaren. Je kunt ze iets zeggen, maar... Ze gaan dat zelf totaal anders zien dan hoe wij het zien, denk ik. En dat is heel moeilijk. En dat houdt dus nooit op, hè? Dat houdt niet op, nee. Dat houdt niet op. Want je denkt, we gaan ze nu door die puberteit heen loodsen. Ja, dat denk ik, ja. En dan is het gedaan. En dan gaan ze het huis en dan is het rustig. Maar zo werkt het dus ook niet. Nee. Ik ga zeggen dat er dan kan gebeuren. Dan kunnen ze trouwen. Ja. Dan krijgen ze 1 of 2 kinderen. Dan zit je daarmee in, omdat je kleinkinderen hebt. Ja. Wacht. Dan scheiden ze. Ja, oh nee. Ja. Of een relatie gaat slecht, ja. Dan zit je daar weer mee. Oh man. Ja. Zit er eigenlijk een logica in waarom dat wij kinderen krijgen? Ja, dat is een goede vraag.